Yo mensen, we gaan met jullie. Ik ben de Bintang en welkom bij deze nieuwe video. Iedereen moet nog altijd thuis blijven van de overheid en dat wil dus zeggen dat alle restaurants en cafés gesloten zijn. En dat wil dus ook zeggen dat ik niet meer naar restaurants kan gaan en dus zelf mijn eten moet maken. En daarom heb ik besloten om vandaag wortelstoemp te maken met saucissen, typische Vlaamse kost. Maar er is één probleem. Ik heb geen aardappelstamper. Dus ik ga nu naar de winkel op zoek naar een puree-stamper, want ja, zonder puree-stamper kan ik natuurlijk geen puree maken. Het enige probleem is, alle niet-essentiële winkels, zoals een Blokker of een Hema, die zijn gesloten en meestal verkopen die puree-stampers. Dus ik ga gewoon hopen dat ik een winkel vind die puree-stampers verkoopt. Ik ga kijken of ze in de Smudge een puree-stamper hebben. Het ding is, ik hoop dat ik nog een puree-stamper vind. Want ja, mensen zijn nu volop de winkels aan het uithamsteren. Ik hoop dat ze de puree-stampers niet aan het uithamsteren zijn, want anders zit ik in de puree. Allee, eigenlijk niet, want als ik geen puree-stamper heb, kan ik ook geen puree maken. Hè. Hier is de Smudge. Het ziet er naar uit dat de Smudge gesloten is vandaag. Dus hier ga ik jammer genoeg niets vinden. De Smudge was helaas niet open vandaag, maar gelukkig zijn er nog een aantal andere winkels hier in Mechelen. Hopelijk zijn die wel open en hebben die een puree-stamper. Als ik geen puree-stamper heb, ja, dan moet ik wel een andere manier zoeken om mijn puree te stampen. Ik denk wel dat ik origineel genoeg ben. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om aardappelen te pletten, denk ik. Oh joh. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar daarboven, op het appartement, zat een pinguïn. Ik ben net naar de Carrefour geweest en daar heb ik helaas niks gevonden. De enige plek waar ik nu nog aan kan denken is de Delhaize. Ik hoop eigenlijk dat de Blokker open is, want ja, ik weet daar dat er zeker één te vinden is. Maar ik vrees dat die niet gaat open zijn vandaag. Zoals ik net al zei, is de Blokker helaas gesloten, dus de enige plek is nog de Delhaize. Ik had het net aan een man van de Delhaize gevraagd, maar helaas hadden ze daar ook geen puree-stamper. Er staat op de deur van de Smudge dat die wel open zijn, maar als ik binnen wil gaan, lukt het niet. Maar gelukkig is er ook nog een tweede opening. Daar is er een keukenwinkel. Daar zal er sowieso wel een puree-stamper te koop zijn, maar ja, die is gesloten, hè. Oké, ik ben hier net binnen in de Smudge en helaas is die niet open. Er is geen enkele winkel open waar ik een puree-stamper kan kopen. Dus ik denk dat ik gewoon maar een andere oplossing zal moeten zoeken. Voor mensen die zich afvragen waarom dat ik zo saai en stil aan het praten ben terwijl ik aan het vloggen ben, dat komt eigenlijk omdat ik het een beetje eng vind om in het publiek te vloggen. Ik heb altijd het gevoel dat mensen mij raar gaan aankijken omdat ik tegen een camera zit te praten. Ik weet dat ik daar niet op moet letten, want die mensen die kennen mij niet en zo. Maar weet, hoe meer ik dit doe, hoe comfortabeler ik mij ga voelen om tegen de camera te praten. Oh. We hebben helaas geen puree-stamper kunnen vinden. We gaan dat wel oplossen, geen probleem. Gelukkig hebben we wel nog alle andere ingrediënten. Ik heb nu twee worsten, een paar wortels, een paar aardappelen, peper, zout en nootmuskaat. Dus het eerste wat ik moet doen is de aardappels en de wortels schillen. De meeste mensen die schillen hun aardappelen met een gewoon mes, maar ik doe dat met een wortelschiller, omdat ik dat veel makkelijker vind. Jullie kunnen mij daarvoor een pussy noemen, maar dat is niet lief. Ik ben nog iets heel belangrijk vergeten te zeggen. Vergeet zeker jullie handen niet te wassen voordat jullie beginnen te koken. Hopelijk niet te veel problemen. Oh my god, ik ben aan het morsen. Ai. Oi. Oké, ik denk dat ik iets verkeerd aan het doen ben. Want normaal gezien moet dit niet zo hard spetsen. Rustig. De worst ziet er goed uit. Nu ga ik de wortels en de aardappelen afgieten.
En nu is de vraag nog altijd, hoe ga ik nu deze aardappelen en deze wortels splitten? Ik heb deze spatel gevonden en ik ga het denk ik met deze spatel proberen. Dit is dus de puree geworden. Nu gaan we kijken hoe dat het smaakt, hè. Alright, ik heb hier een typisch bord mee. Zo'n typisch Vlaams bord voor typische Vlaamse kost. Hier is de puree. En daar doen we nog een lekkere worst bij. Voilà. Zoals jullie zien is dit wat ik ervan heb gemaakt. Een beetje puree en een worst. Laat het ons smaken. Het is nog lekker. Het is nog goed. De worst is goed gebraden. De wortelpuree, daar mocht de wortel nog ietsjes meer gekookt zijn. En ik denk dat ik er ook ietsjes te veel nootmuskaat heb bijgedaan. Maar voor de rest is het nog lekker. Alright, dit was het dan. Het heeft beter gesmaakt dan ik dacht. Ik kan dus blijkbaar wel nog koken. Dat is goed, want de komende dagen zal ik toch moeten koken. Alle restaurants zijn gesloten en zo. Maar er is één ding dat natuurlijk nog ontbreekt, en dat is... Fristi! Zo lekker is die! Fristi here, Fristi there! Take your Fristi everywhere! Drink it anytime you can! I bet to be a Fristi fan! Drink it! Fristi! Drink it! Fristi! Fristi! Drink it! Ik weet ook niet echt wat het nut was van deze video, maar ik hoop dat jullie het leuk vonden.